Jochem, een 0-3 nederlaag tegen Kozakkenboys. Had je die misschien al een beetje ingecalculeerd? Dat is wel een gewetensvraag, hè? Nou ja, je weet dat Kozakkenboys gewoon een goed elftal heeft. En dat het een hele moeilijke middag zou worden. Dus incalculeren nederlaag doe je nooit vooraf. Goed, als je dan de wedstrijd terugkijkt, dan zie je wel dat bij Kozakkenboys allemaal wat makkelijker en beter functioneert dan dat bij ons het geval is. Alhoewel, als je echt kijkt wat er voor het doel is gebeurd, dan hebben we niet eens zo gek veel weggegeven, denk ik. Dus ja, in die zin, ondanks dat het de spelverhouding duidelijk in het voordeel van Kozakkenboys was, hebben we toch ook nog een paar kansjes gehad om de score te openen en ook nog een keer in de tweede helft om op gelijke hoogte te komen. Dus ja, op zich heeft de club de ploeg best heel gedisciplineerd gespeeld. En wat ik al zeg, weinig weggegeven. Maar ja, dat neemt niet weg dat verder de overwinning natuurlijk dik en dik verdiend was voor Kozakkenboys. Ja, jullie bleven nog wel met de 1-0 achterstand lang in de wedstrijd. Was die rode kaart dan het breekpunt? Ja, natuurlijk als je het al moeilijk hebt en moeite hebt om... Om kansen te creëren en nogmaals, het wel redelijk gesloten kan houden, maar dan ook nog met een rode kaart en een man minder, ja, dan wordt het wel een heel, heel lastig verhaal natuurlijk. Ja, deze week zagen we het nieuws dat El Khoury zou komen, toch wel niet. Toen zou Benson komen, toch wel niet. Ja, je hebt nog een week om eventueel versterking te halen. Hoe kijk je naar de aankomende week uit? Ja, het zal elke dag weer wat gebeuren, denk ik. Het was een roerig weekje weer wat dat betreft. We zijn nog bezig, laten we het maar per dag bekijken. Zeker nu met schorsingen en mogelijk nog blessures, dan is het toch wel prettig als we iets meer vlees op de botten krijgen. Dus ja, ik verwacht wel dat we nog wat gaan toevoegen aan de selectie. Ja, is dat in jouw ogen echt nodig? Ja, dat is echt nodig.